Welkom bij de nieuwe B-vlog. Welkom bij een tent. Neem toch het op? Dat is hij weer! Sneller, je moet sneller. Hij moet het nog leren. Ah! En warm dat het is, hè? Dat klonk zo Limburgs volgens mij, ja, echt. Welkom bij de tweede aflevering van de B-vlog. We zijn vandaag op Intense Kingdom of Unity. Het is al zondag, ik heb gisteren ook al gedraaid. Als het goed is zijn er wel beelden van cameraman. Wil je meedoen? Ja zo, ja ja. Laat me hieronder weten wat je ervan vindt. It's a kind of magic. B-vlog! Yeah, 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 yeah. En vandaag draai ik met Future Noise, wat er natuurlijk een gegarandeerd knal is. What? What? De eerste reactie was heel goed, ik vond het gezellig. Ik heb altijd één nadeel als ik met Marco draai, dan gaat de tijd zo snel. Dan kijk ik op mijn klok en dan zijn we alweer 40 minuten verder. En ik wilde eigenlijk nog wel een plaatje of 3-4 draaien. Closer to the Edge miste ik deze set. Die wilde ik heel graag draaien. Dus dat beloof ik voor de mensen die hem gemist hebben, de volgende keer draai ik hem weer. Maar het was een goede 9, want het kan altijd beter, maar het was heel goed. Waarom het geen 10 was, omdat mijn eerste mix die lag er niet helemaal strak op. En daar ben ik kritisch op mezelf. Ik weet niet waarom. Normaal zit ik altijd strak op, maar deze keer was het net. Een beetje spanning, stress. Maar voor de rest was het goed, dus dankjewel Intens. Ik heb een paar geweldig in de wacht. Ja, ja. Oké. Ja, dat is echt handig zo. Ja, dit is Barry. Ook wel bekend als DJ Frontliner, alter ego, object. En dat is heel veel kapsels terug. Ja, heel veel kapsels terug, ja. Barry en ik gaan natuurlijk ook way long. We gaan echt way long. Ja, echt way long, ja. Echt way, way long. Natuurlijk bekend voor onze klappers Magic, Maggie en... En God's Power. God's Power. God's Power, ja. Ja. En Barry en ik zijn nog steeds hartstikke goed en goede vrienden. En het B-Frontliner komt er echt aan. One eternity later. Album komt er aan. Echt, hè? Ja. Het komt er nou echt aan. Ja, ja, ja. Succes daar, maatje. Is het van B-Front TV? B-Vlog. Kom ik op tv? De B-Vlog. De B-Vlog. B-Vlog-liner. B-Vlog-liner, ja. Hey!
Berry is mijn onzichtbare neefje. En ik wil heel graag dit item wijden aan Perry. Perry, kom maar even bij. Een van de gasten die mij is. Perry gaat altijd trouw mee. Je hebt van Perry geen last, maar Perry drinkt overal het bier op. Op Rotterdam. Weg! Dit was het item over Perry. Hallo, leuk dat je me even interviewt. Ben je dit niet aan het opnemen? Want ik heb me niet geschoren, ik heb een beetje onderkin. Ik moet echt gaan sporten. Oh. En kut op, en kut. Michael, I'm so happy that you are together. Because if I was a boy, and I would choose. Dankjewel voor het kijken van mijn fantastische nieuwe vlog. Nee, volgende keer, ja, wacht. Ja, dat was hem alweer, de tweede biervlog. Dankjewel voor het kijken. Intens dankjewel voor het fantastische weekend. Hopelijk tot volgend jaar. Klein shout-outje ook naar de cameraman voor het filmen. Ik heb bijna zijn leven gered en hij flikkerde echt serieus bijna op het podium. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dus ik voel me dit weekend gewoon de held van het weekend. Het is nou voor mij tijd om heel even te genieten van alle laatste beats van het weekend. En hopelijk tot snel bij aflevering 3 van de Bierflog. Later!